Welkom bij de Mechanicast, opnieuw de drie maandelijkse manga-editie met Jens en Jens. Hallo, jij bent juist terug uit verlof? Dat klopt, en is dat het live van het Tenerife geweest. Heb je het goed gedaan? Ja, goed weer, lekker eten. Maar ik moet u wel een oren trekken, denk ik. Hoe komt het? Ja, je hebt er juist verteld dat je boeken hebt gelezen. Dat is waar. Zonder printjes. Zonder printjes. Oh. Ja. Maar ik heb het me ingebeeld met printjes, dus... Wat heb je gelezen? Tarzan. Zowel de eerste als de tweede novel. Maar omdat ik ze dan eigenlijk zo rap uit had, heb ik de één nog eens opnieuw gelezen. Oké. Hoe kom je erbij? Want gaat hij inderdaad... Ik weet dat wij die hebben binnen gehad en dat je zoiets had van... Ja, ik heb die besteld, ik had niet door dat dat boeken waren, maar ik heb ze wel meegepakt. Ja. Maar zijn die goed? Want dat is toch heel, dat is toch een tijdsbeeld van... Geschreven in 1912 of 13, denk ik, de eerste Tarzan. Maar ik vind het goed. Ja. Het is ook niet... Want in het voorwoord, in de eerste is het ook Joe Jesko, want die doet cover art. Ja. En die zegt ook wel van, ja, hè, je moet het ook wel een beetje bekijken als van die tijd en met dat... racisme en de blanke man. Mm. Maar ik vind eigenlijk, als je hem leest, zo komt het ook niet over, vind nee. ik. Nee, dus... ja, het gaat altijd weer... ik vind altijd... Tegenwoordig, ik heb gisteren ook op Netflix zo'n documentaire gezien over de clichés in Hollywood. Tarzan ziet ook af en toe fragmenten van. En dat voelt allemaal heel woke aan. Maar dat hoeft niet per se woke te zijn en dat is zelfs niet racistisch. Dat is gewoon een verhaal over een blanke man die ja, in de jungle zit. Ja. In de jaren... Ja, wat was het? 1917? Nee, hij is dan in de jungle, Tarzan zelf zal zijn eigen afspelen, 18... in de 80, 90. See, ja, dan... Er zitten overal mensen en het werelddelen waar mensen nu eenmaal een andere huidskleur hebben. En hij is erachter gelaten geweest door ontdekkingsreizigers, denk ik, dat het vooral juist is. Ja, dus, zijn ouders hè, zijn gestrand. Dus er is dus niks racistisch aan. Nee, het is eigenlijk gewoon omdat hem slim is en op andere dingen nadenkt, dat hem soms anders nadenkt als een zwarte, dat hem die dingen anders doet. Maar ik denk dat dat ook gewoon vooral is omdat hem door dieren wordt opgevoed en ja, door voilà. Mensen. Ja, voilà. Het is dat instinct. Ja, voilà. Dat hem, voilà. Ja. Tuurlijk. Maar er zijn mensen die dat erin willen zien. En dan zitten we weer een beetje te hard op het andere spectrum aan het gaan. Ja. Dus het enigste ding, in de eerste, er wordt één vergelijking gemaakt naar België. Wel. Ja, ja, ja. En dat is dan met onze slechte koning van toen. Ja, ja, ja. Ik denk dat in de list een Tarzan film, die mij met die ene van True Blood... En Alexander Skarsgård en met dingetje daar, met Harley Quinn. Ja. Daar werd ook nog Congo verwezen, dacht ik. Dus dat heeft er altijd wel al in gezeten. Ja, maar ja, dat is die tijd, hè. Dus. Het is dat. Maar jij zit hier, dus het is de... Manga... Drie maandelijkse manga-editie. Yes, eindelijk. Eindelijk. Je hebt er drie maanden op gewacht. Echt, hè. Ja, ik denk dat er niks veel bijzonders op te merken valt qua leveringen en dergelijke. Hè. Ja. We zitten nog altijd in een crisis. Papier blijft een beetje meer en meer een probleem worden, zeker voor manga. Maar ja, dat is niet alleen bij ons, dat is gewoon overal. En zo kunnen we elke editie er wel iets over zeggen. Dus ik zou zeggen, we vliegen er ineens in, Jens. Wat heb jij digitaal voor ons allemaal meegepakt? De eerste is weer een heruitgave van Tezuka. Hè? Okay. Dus in die reeks van Digital Manga Distribution hebben ze nu weer een uitgebracht, Melody of Iron. Eigenlijk een idee hoeveel... Nou ja, doe nog ook, hè. Je moet dat niet exact weten zeggen, maar hoeveel verhalen dat Tezuka zou gemaakt hebben, om zo'n wilde gok zou kunnen doen. Nee, als een kort verhaal erbij, dat kan gemakkelijk 70 of 100. Dat valt te vergelijken met Walt Disney, denk ik, waarschijnlijk. Ja, ik denk dat wel. Want gelijk in deze is ook, Melody of Iron is een iets langer verhaal, en dan staan er nog twee kort verhalen achter. Dus begint eigenlijk over een Dan, dat is een hoofdrolspeler. En die is een zus, trouwt met iemand van de maffia. Ah ja, okay. En
ja, zonder dat hij het eigenlijk beseft. Ja, ze de Code of Silence verbreekt hem per ongeluk. Ja. Dus ja, de maffia wordt kwaad en hij wordt dan eigenlijk gefolterd en zijn armen worden afgekapt op een ja, nogal brute manier. Mijn kerk, hè. Ja. Met mijn kerk en over een rail. Ah ja, oké, okay. Dat is heel maffia-stijl wel, hè. Ja. En ze laten hem dan gewoon achter. Maar er is iemand dan dat hem redt en dan krijgt hem eigenlijk twee ijzeren armen. Ja? Die dat hem met telekinese moet laten bewegen. En zo gaat hem dan wraak pakken. Maar het is meer als wraak op den duur. En je merkt dat er veel meer achter zit met heel die familie en dergelijke en zo. Kunnen die zijn armen ook van zijn lijf, gelijk die ene van Suicide Squad? Ik veronderstel van wel. Ah, cool. Dus, het heeft dan wel zo'n beetje een vibe als je denkt, hè, om die film The Man with the Iron Fist. Ja, juist. Zo, hè. Dus ik denk dat er, zeker in de Tezuka-verhalen, dat er wel wat pap is gehaald voor latere dingen ook wel. Ja, ik denk dat hij... Weet je moet gewoon zien, originaliteit. Ik denk dat vroeger makkelijker was om origineel te zijn dan nu. Ja. Hè? En zeker als je bij de eerste zit, dat je een bepaald ding bedenkt. Ja... Het komt altijd ergens vandaan. Dat is ook weer... Sorry dat ik weer dat vergelijk maak met gisteren. Maar in die Netflix-special, zei ze dat ook van Lustert. In Hollywood, er bestonden eigenlijk maar 7 verhalen. Nee, het ene is... Het een liefdesverhaal, een monster, een bankoverval. Ja. Maar je hebt eigenlijk maar 7 standaard verhalen. Dus ja... Creativiteit, het wordt moeilijker met de dingen. Daarom, ja, het geverij geven, het is ook het terug, denk ik. Voilà. En het is wel zeker een van zijn iets brutalere verhalen. Ja, tuurlijk. Dus, ja, ik was zelfs toen dat ik er die een interior artwork aan het zoeken was, toen dat die kerel op dat spoor lag, kwam ik ook zelfs iets tegen van dat hij ook een van de eerste was waar had er tentakelporno en dergelijke, dat ook van hem kwam. Toch dat iets al deed uitschenen. Het is niet zo erg als dat we het nakennen. Ja. Maar ik zag toch al een beeldje dat er iets was van... Ah, Tezuka. Gij is leperik. Gij is een vettig manneke. Dus het was... Ja, voilà. Ik denk dat er met heel veel dingen eerst was, denk ik. Ja, ik denk de twee grondleggers zijn Tezuka en Go Nagai. Ah, oké. Okay. Go Nagai is mijn minder kind. Devilman. Ah ja, okay. Ja, juist. Cool, alright. Jij deed ook iets moderner? Ja. Dat is dan eigenlijk de volgende. Mars Red. Ja. Een vampierenverhaal. Ja. Ik heb gezien dat blijkbaar ook al een ding is. Een anime is blijkbaar. Ja. Dat komt nu sneller en sneller, merk ik ook wel. Ah ja, oké. Okay. Dat er zo'n vaak nog maar 1 of 2 volumes van uit zijn. Maar dat er ook al een anime dan van is aangekondigd of bestaat. Ah ja, oké. Okay. Deel. En het is vampierenverhaal, vampieren leven tussen de mensen. Ja, het is wel... Ze zijn blijkbaar een groepering apart of... Ja, ze zijn een groepering van de overheid die tegen vampieren vecht. Ah ja, maar ze zijn zelf ook vampier. Maar ze zijn zelf ook vampier, okay. Ja. En het gaat hem er eigenlijk ook... Er is een heel rangschikking van vampieren. Bijvoorbeeld... Ene dat gebeten wordt door een S-rang vampier, die wordt dan zelf een A-rang. En een A-rang is dan ook een van de sterkste. Ja, maar wat is een S-rang? Dan is dat dan het beste of zo? S-rang zijn echt zo de allereerste Supreme. En oudste vampiers. Zo. Ah ja, oké. Dus, en een hoofdrolspeler, de jonge gast, die is gebeten door zijn S-rang. Yeah. Dus hij is eigenlijk de sterkste in die groep. Okay. Maar ze komen dan eigenlijk terug in het stadje waar hij vroeger ook leefde. Ja. En dan komt hem zo, ja, het volk ook van vroeger terug tegen, die dat dachten dat hem dood was. Dus zo zit het ook wat allemaal in elkaar. Okay. Ik vond het een heel toffe eerste volume voor te lezen. Ik ben wel benieuwd naar waar dat allemaal gaat gaan. Ik vind wel een bijzondere naam. Mars Red. Enig idee waar het dat al voor staat? Of nog geen... Nee. Het red zal waarschijnlijk wel verbloed staan, maar Mars, ja. Mars, nog niet... Dat zal nog wel ergens duidelijk worden. Maar dat klinkt interessant, want het is ook zo dat tijdperk is wat Victoriaans-achtig. Ja, jaren 20, zoiets, 1920. Ja. Oké, cool. What's next, dude? Dan hebben we Devil's Candy.
Ik moet zien dat ik hier met een infrastructuur. Devil's Candy. Dat is dan weer net iets meer zo het fantasy en het dergelijke. Want het is eigenlijk een school waar dat dan allemaal mensen op zitten die dingen met horror te maken hebben en dergelijke. Ja. En de hoofdrolspeler, die vindt eigenlijk, allee, die maakt eigenlijk een pop. En dat is Pandora en dat is het meisje dat we zien. Ja. En die is supersterk. En dat zorgt er eigenlijk voor dat zij hem zo kan helpen om het veel problemen te geraken. Hmm. Maar het zorgt er ook voor dat hem in problemen komt. Je ziet, dat is heel duidelijk. Dit is zo het humoristische horror, maar wel toch nog net iets meer voor volwassenen dan voor kinderen dan de tekenstijl misschien zou doen vermoeden. Ah, oké. Dus ja, een hele toffe leuke voor mensen die dat genre ook wel goed vinden. Ik probeer het interieur artwork te laten zien, maar ik heb ontdekt dat ontvangst hier niet zo goed is. Dus voorlopig kan ik daar nog niks van laten zien. Ik kan eens zien wat dat hem zegt als ik opnieuw opstart. Want tegenwoordig hebben we wel interior artwork van Viz Media boeken. Daar hebben we onze supplier voorziet dat nu wel als pdf's. Maar blijkbaar als ik dat als link op het internet doe, krijgen we hier in onze Viz-bokaal niet veel ontvangst. Dus is dat geen vette. Dus dat ga ik helaas niet kunnen laten zien. Zeker als ze hem zo lang over alles doen. Ja. Ja, dan krijgen we niet eens even deze terug. Maar dat is geen probleem. Ja, dan vrees ik dat uw Devil's Candy... Ik kan nog eens één keer zien of ik niet het interior artwork kan laten zien. Sorry hiervoor, mensen. Maar dat is geen probleem. Kan altijd gebeuren. Ja, dat is... Nee, zie. Ja. Dat is niet te doen. Zo, hier zijn we. Kijk eens aan. Het ziet er ook wel uit dat hetgeen wat er op de cover staat ook belooft qua interior artwork. En dat is wel heel tof, hè? Dus ik vind een heel toffe stijl ook wel. Ja, zeker. Die inkting is heel goed. Ja. Dat valt mij nu wel op, hè, dat Frankenstein, die Frankenstein-scène om de linkerkant. Vind ik heel knap. Ja, dat is een toffe stijl. Zie hem. Heel cartoony, maar toch aangenaam. Ja. Ja, super. Oké. Oef, gelukkig toch nog... Moet even schat dat weer stilvallen op dat zien. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. dit is dan weer iets serieuzer? Of hoe moet ik dat bezien? Nee, niet echt. Dit is eigenlijk... The mate I hired recently is mysterious. Dat is weer zo... Ja. Waarom? Ja. En dan... Eigenlijk de echte titel zal daar rechts daar nog beneden staan, neem ik. In het Japans. Klopt. Dus en het is eigenlijk zo ook... heel letterlijk vertaald, hè? Ja, en het is ook eigenlijk letterlijk wat er constant gebeurt. Want het zijn eigenlijk allemaal kleine stukjes van... Ja. En elke keer gebeurt er iets. En de jongen die dat dan in dienst heeft genomen... Die denkt dan altijd andere dingen. Zij denkt dan, oei, wat denk ik eigenlijk om te doen? Want ik bedoel dat niet zo. En uiteindelijk blijkt dan altijd dat ze mysterieus is in elk verhaaltje. Ik denk ook dat er ook wel bepaalde insinuendo's worden gemokt. Dat er toch wel, jong manneke, ik voel mijn puberteit een beetje bovenkomen. En er zit daar een meid hier rond te lopen met een schoonschap. Ja. In haar mate, van mij de kosten. Dus dat zal ook wel... Absoluut. En het enige dat dan altijd in kleur is, zijn dan haar ogen. Dus dat ziet dat dan deze manga ook wel speciaal maakt. Dus die zal ook wel wat duurder zijn, net door zo'n stom detailje. Daar zou ik niet van verschieten. Daar zo'n leperige zend wel bij de uitgever. Ja, ik denk dat de prijs hetzelfde is als al de rest van de uitgever. Amai. Dat wel. Amai. Dus... Maar het is ook niet zo'n dikke. Dus Okay. Misschien dat ze daarmee compenseren. Ik wou je zeggen, zo'n folieke, daar betaalde normaal toch altijd wel voor. Ja. Oké. The maid I hired recently is mysterious. Ja. Voor dus de liefhebbers. Van mysterie. En seksuele intimidatie. Ja, soms wel. Soms wel. The Breaker. Nog eens een Koreaanse. Ah ja, die beginnen stilletjes aan wel. Hoeveel is er na al? 3. Oké, okay, maar dat begint dus, toch? 4 zelfs, 4. Ja. Ah ja, zie je, dus, dit is de vierde. Het begint rustig aan. Oké. Okay.
Deze zijn ook omnibussen, dus ja, eigenlijk twee volumes in één. Oké. Okay. En hij staat ook in de top 5 van beste manhwa's in Korea. Cool. En je merkt ook, het is zeker het eerste volume is echt een introductie naar, want het is echt wel mijn heel universum, want ik heb eigenlijk de twee hoofdrolspelers zijn een student en een leerkracht. Ah, okay. En de student is eigenlijk iemand die altijd gepest wordt en heel zwak is. En dan de nieuwe leerkracht is zo'n hele chillen en ik maak mij om niks druk. Ja, en maar, dat is die hier op de vuurpagina, dat is die leraar dan neem ik al. Ja, klopt. Ja. Maar blijkt dat die leraar dan eigenlijk de sterkste martial artist ooit is, die ook alle stijlen beheerst. Hij is zo sterk dat hem zelfs de voorpagina kapot heeft gemaakt. Of het tv-scherm. Of het tv-scherm, ja. En dan je merkt echt dat ze het universum al zo wat uitbouwen. En je merkt dan dat er allemaal verschillende families zijn. Allemaal met hun eigen vechtstijl. Okay. En dat hij eigenlijk dan zo, ja, zo wat het hoofd is. Omdat hij alle stijlen heeft. Maar ja, iedereen zit achter hem aan. En hij is dan eigenlijk naar die school gevlucht. Om te onderduiken. Dus het zit wel heel goed ineen. En een heel toffe artstijl met goede gevechten ook. Ja, al. Cool. Dus, ja. Hier in België had er wel een nemmeke moeten al doen. Een onderwijsbond had dat niet goed gekeurd. Nee. Voor de rest, oké. Okay. The Breaker voor manhwa-liefhebbers. Ja. Graaf. Dat andere, hadden we het dan toch over spieren en toestand hebben. Mashal. Ja. Magic and Muscles. Zo zou ik dus de dingen ook noemen. Zo'n mashup van twee dingen. Ja, Mashal. Ja. En dan, ja. Ik zie een Harry Potter. Ik wou net zeggen Harry Potter, maar dan met spieren. Echt? oh nee. Allee, het is eigenlijk een wereld waar dat, die geregeerd wordt door magie. En als je eigenlijk geen magie hebt, ja, dan word je als zwak aanzien. En dan hoor je eigenlijk zo ook niet te leven. Ja. Dus hij woont eigenlijk met zijn grootvader in bos. En hij heeft geen magie, maar ja, hij traint. Ja, en hij is super sterk. En hij wilde eigenlijk ook zo ja, niet gestoord worden en gewoon met zijn grootvader blijven leven. Yeah. En daarvoor gaat hij eigenlijk dan naar een school gaan, een magisch school. Want als je daar afstudeert als een van de beste leerlingen, dan krijg je ook een statuut dat je eigenlijk ja, niet moet gaan werken omdat je een van de sterkste bent. Dus hij gaat naar die school zonder magie, maar dan met zijn spieren. Okay. En dat zorgt dan ja, ook weer natuurlijk voor een hele hoop hilarische situaties. Ja, want ik vind met momenten is het ook zo heel eenvoudig getekend, maar met andere momenten waren ze wel de funny stuff, werd dan zowel wat meer werk in gestoken. Ja. Om de moet ik het zeggen, de humoristische scènes wat meer in de picture te zetten. Zo, klein beetje, zo in de stijl, zo Mob Psycho-achtige. Ja, voilà. Ja, zeker omdat hij ook in een kostuumje rondloopt. Hè. Ja, en dan met dat zwart potje zo op zijn kop. Dus, ja, dat is wel waar. Doet er heel hard aan denken. Ja. Alright. Mashal. Ja, een andere, die beginnen ook weer terug wat meer van die spin-offs te doen, hè? Die avatars. Ja, zo allemaal van wat aparte personages op dit moment. Hm. En nu is het dan om Suki. Ja. Okay. Die een van de Warriors of Kyoshi was in de series. Okay. En deze gaat eigenlijk over het stuk waar ze dan gevangen genomen is en in een prison van de Fire Nation zit. Okay. En dat ze dan eigenlijk zo daar de mensen tot een gemeenschap wilt maken om dan ook zo samen er sterker uit te komen. Dat ze niet altijd de bewakers op aparte mensen kunnen vitten en zo. Dus dat is dan haar verhaal, dat stukje. En dat is ook de grootte van die originele singles. Ja. Dus ik verwacht wel dat ze van die one-shots, voor zij die erop kunnen wachten, gaat dat ook zo'n bundel zijn. Denk er vanaf wiens boekenkast er hoe uitziet. Want dat zal wel in alle vormen komen. Daar zijn ze bij Dark Horse wel vrij goed in. Dus ja, zeker voor de fans van Avatar in de serie is deze weer een goede aanvulling voor wat extra informatie te krijgen. Ten die ook wel iets ons gezicht. Hè? Misschien vallen. Misschien vallen. Op het heel scherp. het volgende. Ja. Ik heb geen interior artwork gevonden, Jens. Ik heb wel dingen gezien. Maar, het is raar.
Dat jij geen interior artwork hebt gevonden. Het zijn werkcomputers, dat moet je niet. Dus ja, Booty Royale, never go down without a fight. But she goes down. I'm pretty sure she goes down. Het gaat eigenlijk over ja, een meisje die naar Tokio gaat om daar idool te worden. Uh-huh. Maar haar managers zijn eigenlijk zo, ja, van die sleazebags. Ja. En die steken haar eigenlijk in een adult entertainment industry. En ja, het eerste wat ze dan moet doen is eigenlijk een vechttoernooi. En ze moet 100 mannen verslagen. Want zodra als zij verslagen wordt, dan mogen die mannen met haar doen wat ze willen. En op zich, de premisse is wel lachen. De fights zijn eigenlijk ook wel goed getekend. Maar het heeft ook heel veel momenten van in your face. Ja, snel in mijn face. En, alles wat Sane is te klein, dat is logisch, hè? En het is wel zo, ik kan in your face appreciëren, maar zo meer in de stijl dan van Prison School en ja, ja, ja. Zo echt in die grappige situatie dat en hier is het echt gewoon ook soms wel in your face, gewoon voor in your face te zijn. Ja, pornografisch bekend, toch? Ja, zelfs. Ja vlak ja. Af. Het zit in de plastic voor een reden. Ja, voilà. Ja. Mag je ziet een insider vraag stellen? Hoeveel heb je er oorspronkelijk van in huis gehaald? Voor het eerst voor te proberen 2. Maar ik heb er ondertussen denk ik al een stuk of tussen de 15 à 20 verkocht. Goh, zit er allemaal ergens. Bon, goh. Ja, zo'n dingen vinden dus ook in de mechanic. Op den duur gaan wij echt zo, je hebt zo waar het de manga staat en er net van een anime en bij zo'n klapdurkjes. Ja. Misschien moeten we die klapdurkjes echt voor iets gewoon gebruiken op den duur de rijden. Gordijntjes. Ja, zo'n kralengordijn. Ja. Bij ons in Westmal hadden ze waar de klapdurkjes. Nee. Dan kon ik kei goed overzien. Ja, dat is heel veel. Oké, ja. Dus ja, er is een reden waarom dat dan in plastic zit. Ja. Ah. Andere dingen, dat ziet er dan weer niet eens mega saai uit. Of ligt dat nou aan mij? Captivated by You. Oké. Zeker fans, zeker voor de fans van zo'n Slice of Life en School ja. Manga's. Okay. Want het zijn eigenlijk ook allemaal wat kortere stukken. Eigenlijk over twee jongens. Ja. En de ene is ja, een hele wel populaire. Die rechtse dan, met zijn wit tinkhorn, denk ik. Ja, en de andere is zo een waar dat iedereen zo wat schrik van is zo, en denkt van, oh, dat is een creep. Maar ze hebben eigenlijk alle twee wel een fanbase. Ja, voilà, oké. En daar draaien de verhalen dan rond de interacties met dan die andere mensen. En dan soms ook met elkaar. Dus ja, dat zorgt dan ook weer voor zo'n situatie dat misschien voor sommige mensen bekend zijn, maar... Ja. Ik vind een hele goede fanbase inmiddels. Nu echt, we hadden meer een vriendengroep, maar een van de vrienden was altijd wel toch een beetje de leader. Dus ik denk dat het zo een beetje zo, dat je dat is wat je wilt zeggen. Nee, het is echt wel zo'n fanbase. Echt fanbase. Ja. Het is dat Japan, is allemaal wel echt iets Japans. En, ja. Ja. Dat, is okay. Zo, dat is zo gelijk, hè. De class president, dat zo iedereen daar zo fan van is. Ja, voilà. Ja. Heb jij geen fanbase, Adam? Ik heb drie. Alright. Captivated by You. Ja. Cool. Dat andere, dat volgende, dat ik zo toen ik hem in de lijst had gezet, ik weet niet goed, number 5. Number 5. Van een van mijn favoriete schrijvers, Taijo Matsumoto. Ah, ja. Dezelfde als Tekkonkin Creed. Juist. Maar heren, ja, Tekkonkin Creed is heel knap en heel gedetailleerd, ook zelfs op de cover. Ja, hier, dit is... de maan is vlak... het is precies steeds alsof de maan een berg aan het opeten is, maar ik neem aan dat de berg voor de maan staat. En ik zie niet eens wat... Wat? Huh? Wat? Ik vind die zo'n artstijl... We zullen eens kijken, want... Ja, ik kan dat zeker appreciëren. Misschien wat dat is dan, hè. Ja, oké, okay, dat is al wat anders. Ik vond het gewoon een hele lelijke cover, maar... Dus ja, het is zo, gelijk eigenlijk veel van zijn manga's, is in deze ook weer ja, een soort van psychedelische trip.
met een beetje een non-lineair verhaal, waar dat veel mensen misschien niet van zullen hebben van what the fuck zijn Kiki rond lezen. Weet je wat mij toe denken? Maar van ver, hè? Maar dat is puur omdat hij ingekleurde plaats is. Om Möbius. Ah ja. Maar dat is ingekleurd puur, hè? Want als het niet ingekleurd is, zouden het mij niet horen zeggen. Nee. Het gaat eigenlijk over dat er de wereld is al voor 80% woestijn geworden en zo. Ja. En de overheid heeft ook een groepering van speciale mensen die zo problemen moeten oplossen. En de hoofdrolspeler, number 5, oh ja, is een van die mensen. Maar die is eigenlijk rogue gegaan met de vrouw die je op de cover ook ziet, Matroska. Ah oh ja, oké. Okay. Tja, het trekt ook een beetje op zo, die Matroska poppetjes. Ja, ja. Dus doe mee. Maar hij is ook de beste sluipschutter. Dus, en de rest van zijn team moet dan achter hem aankomen. Maar ja, het is in zo'n wereld en je hebt bepaalde momenten, ik zal zeggen, op een bepaald moment gaat er iemand al, die komt in beeld en die gaat direct dood. En 5 hoofdstukken later, dan krijg je ineens een verhaal over dan die dat eigenlijk al dood is, over die is een achtergrond. Cool. Dus zo zit het wel in elkaar. En als je heel een boek uit hebt, dan snapt het verhaal, zal ik zeggen. Okay. Dus en zo zijn eigenlijk al zijn verhalen wel een beetje... Ik wou je zeggen, want deze is dan ook niet nieuw, het is gewoon heruitgegeven dan of... Ja, ik denk in Japan is deze al van 2010 of zo misschien, ja, of zelfs vroeger. Dus, okay. Maar ja, zeker een van mijn aanraders voor de mensen die is iets anders willen lezen als wat ze, ja, gewoon zijn van manga. Ja, want deze is ook de Lester Mechanicast voor de feestdagen, denk ik. Hè. We hebben november en december. Dus deze is zeker eentje dat jij gaat hebben liggen als cadeau aanrader. Ja. Als de voorraden het volhouden. Inderdaad. Want we hangen nu... even tussen de deur ook. We weten het nu... We weten het zelf heel hard. Want wij zijn ook de speciaalzaak. Dus we houden ons er heel hard mee bezig. We zijn nu al bezig met gigantische stokken aan te leggen. Gigantische, zover het oog reikt. Maar in ieder geval ons magazijn voller en voller te steken. Zeker met nummertjes 1. Ja. Jij weet dat voor uw afdeling. Ik weet dat voor de mijne. Kim weet dat voor de strips. Joey, ja, dit doet toys, dat is een ander verhaal. Maar we bereiden ons wel stilaan voor op die dingen. Hè? Inderdaad. Dus, je pakt 3 à 4 keer zoveel in huis dan anders in deze periode van het jaar, denk ik. Dus gemakkelijk, ja. Voilà. Ik zeg het nog maar eens hardop voor de zekerheid. Voilà. Nee, maar je weet het. Oké, okay, number 5, cool. Dat staat in uw top 5. Volgende. Cool, what's next? Pretty Boy Detective Club. Oké. Okay. Ik denk niet dat ik er binnenwerk van had, of wel? Letterlijk eigenlijk, ook weer de titel. Een heel hoop knappere gasten, ja, die daar op school problemen oplossen voor mensen. Oké. Okay. Dat zijn allemaal boys? Ja. Ah ja, want bijvoorbeeld, die met zijn blauw haar... Of die met zijn geel haar. Ja, zie je mij niet direct. Allee, het is, ja, we zitten met dingen, hè. Met gender-neutral toestanden, ja, hier, denk ik. Hè. En deze is dan eigenlijk... dat er ook een meisje heeft een probleem. En die vraagt dan die jongens om dat op te lossen. Oké. Okay. Maar dat is dan wel misschien die blonde dan, of... Zou kunnen. Sorry, kunnen, vertel. Ik ben ook niet zeker. Nee, oké. Okay. Maar het gaat eigenlijk over, ja, dat is een idool dat ze vroeger tegenkomen, dat ze die eigenlijk wil terugvinden. Maar terwijl dat dan die jongens zo haar achtergrond zo uitspitten, blijkt dat ze dan eigenlijk, dat dat iets anders was dat ze vroeger gezien hebben, en dat ze al keilang wordt achtervolgd door een mysterieuze organisatie. Dus het escaleert wel een beetje rap. En zij wil er dan eigenlijk zo rap mogelijk vanaf. Maar die jongens die vinden dat dan gewoon... Oh, dat is kei interessant en plezant. En die gaan er dan nog dieper op in. Uiteraard, dat is zo zijn, dus, jongens. En dan escaleert het wel met kidnappingen en met de moordenaar en dergelijke. En zo. Dus het maakt wel een plezante ride voor te lezen. Ja. Dus dat wel. Alright, cool. Pretty Boy Detective Club. Ja. Zo zou ik mijn detectieve club ook noemen.
Maar ze zitten er zelf niet in. Gast. Bon, wat is het volgende hier? Echt, étranger. Ja, dit is de Franse dingen heb ik gevonden. Étranger de la plage. Ja, seaside stranger. Ah ja, ja dat zie ik. Ja, ja, klopt. Een boys love manja. Oké. Okay. Maar dan echt wel voor het meer de diepgang dan ja, het ander soort diepgang. De anale diepgang. Ja. Of de orale, oh. Maar, maar echt gewoon het psycho... Weten ze het alle twee? Of is het een ontluiking van iemands gevoelens? Het gaat eigenlijk over ene die wel openlijk gay is, maar ja, daardoor problemen heeft thuis en dan met zijn grootmoeder gewonnen. Oké. En die komt dan iemand tegen. En ja, die worden dan wel bevriend en zo aan elkaar toegroeien. Maar dan verhuist die terug naar het vasteland. Ah, ja. Okay. En dan gaat het verhaal eigenlijk 3 jaar verder. En dan komt hem terug. En dan gaat hem eigenlijk wel die jongen opzoeken om dan eigenlijk die gevoelens dat hem eigenlijk wel heeft en niet verder te ontdekken. En ook ene wordt dat dan nu een film of een anime dan ook juist van... Ja, met zoiets, ja, dat verleent ze dan eigenlijk perfect van. Ja. Cool. Dan krijgen we weer boek naar, ja, naar Boys Love. Jij hebt die lijst opgesteld. Je beschrijft toch dat je de volgorde zelf hebt gemokt? Ja. De volgorde is in... Hoe dat ze eigenlijk zijn uitgekomen. Dus de oudste zijn weerstand bespreken en de nieuwste die komen op tijd. Dus we zitten aan de 13e van de, hoeveel zult er zijn? 30, kleine 30. Ja, zoiets. Dus we zitten nu nog altijd in juli, misschien augustus al ondertussen. Ja, een beetje. Ik zie tetjes. Ja, Sundome Milky Way. Oké. Van Seven Seas Ghost Ship. Dus ja, oké. Okay. Van Ghost Ship is, dan kun je het al een beetje raden. Ja, daar heb ik ook, meen ik mij te herinneren, toen ik de PowerPoint op maak was, ook proberen toch iets minder extravagant te tonen, Jens. Dat snap ik. En deze gaat eigenlijk een beetje, niet helemaal in die stijl, maar ik weet niet of je dingen kent van vroeger die films, Species... Ja, met die vrouw die haar mannen verleidt omdat ze haar eigen wilt voortplanten en dan de vent een opet. Ja. En deze kun je een klein beetje zo vergelijken, maar dan zonder het opeten. Ja. Want het is eigenlijk... zij is het als een ding ineens, als een insectachtig wezen. Want zij is eigenlijk een alien die naar aarde is gekomen, omdat haar volk met uitsterven bedreigd is. Ah, ja, okay. Dus ze moet dan eigenlijk iemand verleiden voor zwanger te geraken, voor nieuwe kindjes. En dan ja, ze vindt u dan natuurlijk ene die dat maar al te graag wil doen. Het probleem is dat zij eigenlijk bij de minste aanraking verandert ze terug in nog een alienvorm. En dat is nogal een redelijk angstaanjagende, brute vorm. Ja, wat we hier gaan zien. Ja, ja, oké. Okay. En dan ja, van interactie dan weinig sprake. Nee. En zo zit het vooral de hele tijd zo over en weer te gaan naar van ik wil wel, maar het lukt niet. En, ja. Want dan denk ik ook, als je dat nou de cover ziet, is dat half-half in haar alien toestand. En ja, ja. Okay. En ja, ze is verlegen, hè. Ah ja. Ik moet niet alles laten zien op de cover, hè. Voilà. Sundome Milky Way. Voor de, ja... Zo heb je ook wel een hoop manga's die dat dan... Dat is dan weer wat dat creature love, zal ik het maar noemen, hè. Ja, zo wat monster girl-achtige... Ja, voilà. Ja. Yes, dat is ook een heel, heel populair genre wel. Ja, ja. En dan in de volgende is dan ja, tentakelporno. Ja, dus, dat zijn ook animals. Alright, de volgende vond ik wel, deze vond ik wel cool qua cover. Ja, dat is ook een Franse cover, maar ik zie het niet. Beauty and the Beast of Paradise Lost. Dus eigenlijk een beetje een Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, maar met een iets andere kijk op. Hier is het speciale dan dat Belle eigenlijk lang purple haar heeft. En dat maakt haar dan zo speciaal. Oh ja, okay. En op een bepaald moment is ze met haar moeder in het bos aan het wandelen. En haar moeder wordt eigenlijk ontvoerd door het beest. Hmm. Het beest ontvoert allemaal knappe vrouwen. Zo. Het origineel is de vader die hen ontvoerd wordt en zij
beslist om dan haar vader te gaan vervangen. Maar ja. Hier is het... En het is dan eigenlijk... dan wordt ze in een heel lange tijd opgesloten door haar vader. Zogezegd om haar te beschermen. Mm-hmm. En dan na zoveel jaren komt ze dan eigenlijk vrij. En dan gaat ze eigenlijk haar moeder terugzoeken. Ja. En dan komt ze ook wel dat beest terug tegen. Maar dat, die kan dan een poort openen naar een soort van fantasywereld. Ja. En daar leert ze dan eigenlijk... Is Paradise Lost dan? Ja. En daar leert ze dan eigenlijk meer kennen over waarom dat die dingen gebeuren. En op het eind van het eerste volume komt er dan eigenlijk ook wel te weten wie dat een echte slechterik is. Ja. En zo. Dus wel een toffe kijk op een verhaal dat we kennen. Met wel een premisse dat is een beetje anders is en dat wel interessant is voor op te volgen. Want natuurlijk met één volume... Natuurlijk. Maar het heeft wel een potentieel voor vervolgende dingen mee te doen. Ja, dat wel. Want het eerste is eigenlijk puur bekend, klassieke verhaal, dat ze wel een twist aan hebben gegeven. Ja. Oké. Okay. I belong to the baddest girl at school. Weer zo'n hele lange titel, maar wel bij de One Piece books uitgegeven. Ja. Dus dat komen minder... vaak tegen, want die geven normaal gewoon graphic novels aan de Engelse kant. Ja, en hetgeen wat One Piece Books meestal bij manga uitgeeft, is zo wat fantasy. En deze ziet er niet echt fantasy uit, denk ik. Nee. Deze is echt gewoon puur school. Ja. Met dan eigenlijk... hij is een beetje een seut, die vroeger ook altijd gepest werd. Ja. En hij komt dan op een nieuwe school. En hij denkt dan al direct dat hem als slaaf... een beetje wordt gerecruiteerd door de baddest girl in school. Ja. Terwijl zij eigenlijk denkt dat ze met uitgevraagd en dat ze aan daten zijn. Oké. Dus dat zorgt dan ook weer voor die zo'n grappige situatie. Wishful thinking van beide kanten uiteindelijk. Ja. Dus hij denkt altijd van, oh nee, die gaan mij hier van alles aandoen. En amai, die is kut en streng. Terwijl zij eigenlijk gewoon denkt van... Oh, ik moet mijn boyfriend beschermen. En... Oh ja, tegenover andere gevaarlijke grieten. Ah ja, op dus, die manier. Ja. Dus zo is het dan eigenlijk een beetje. Dus zorgt ook wel voor een paar grappige situaties. Ja, oké. Okay. Cool. Ja? Ook gewoon een artwork. Hè. Heel strak. Heel cool. Heel badass eigenlijk. Net omdat het net de baddest girl at school is. Voilà. Over badass gesproken. Meer like horror toestand. Ja. De volgende Junji Ito. Je blijft dat ook... Wat voor een stramien zitten wij? Junji Ito is toch bekend? Elk kwartaal brengt hij niet uit bekend. Tegenwoordig wel, want de volgende staat ook al aangekondigd. Allee, jong. Jezus. Wat voor vetzakkerij is het nou weer al? Iets met katten heb ik gelezen, dacht ik. Of vergis ik me. Zijn dat weer allemaal kort verhalen? Deze gaat eigenlijk over een sensor met haar. Vooral. Okay. En het is eigenlijk met een vrouw met gouden lokken. Een vulkaan dat zo uitbarst. Een reporter dat er wat mee achter zit. En die vrouw wordt altijd terug zo naar die plaatsen wat gezogen. Het zit heel speciaal in elkaar, maar ook weer de horror dat je kent van Junji Ito. De disturbing horror, ja. Ja. Enkel is dit wel een van zijn iets minder uitgewerkte verhalen. Ah, oké. Okay. Ah, okay, sorry, ik dacht dat kort verhaal waren, maar het is één doorlopend geheel. Ja. Oké. Okay. Dus het voelde een klein beetje meer aan, zo van, het was een idee dat hem nog niet helemaal had, maar dat hem eigenlijk al wel moest schrijven, misschien van de uitgeverij. Ja. En dat misschien niet helemaal in de plooi is gevallen, gelijk dat hem het wou. En dat merkte er wel een beetje aan, zeker echt vergelijkt met zijn vorige werkje. Hm. Ja, daarom, maar dat is wel frappant dat ik dat dan juist zeg, dat het na... omdat hem zoveel aan het uitbrengen is, dat na een beetje het gevaar erin wat zit, dat hem geen tijd genoeg krijgt of zo. Ja. Het zou kunnen, hè. Dus. Oké. Okay. Maar zeker voor de fans blijft het nog altijd wel een Junji Ito verhaal met... Super. Ja. En er zitten heel goede momenten in, maar het had... Het is iets meer gekund. Zeg het maar gewoon, vooral had het nog ranziger moeten zijn. Niet per se ranziger, maar iets psychologischer misschien. Ja, psychologischer. Is
stiekem toch een aanzinger, zo. Ik ben zeker. Ja, oké. Okay. Goed, ik versta niks van. Zeg het. Call to Arms, Defeating Dungeons with a Skill Board. Kunnen er nog langere titels? Wat is deze? Ik denk dat deze een van de... Nee, het is nog niet de langste, denk ik. Maar, ik heb ook weer wel een heel bijzonder pijntje gevallen. Ja. Bedoel, waarom? Waarom? Ja, oké, okay, maar dat is, voor de rest viel het wel mee. Hè? Maar deze is er zoiets aan dat je zegt... Oh, dat is persoonlijke smaak, waarschijnlijk, dat manga. Je deze kiest. Ja, ik weet niet. Wat zien we in de picture? Voilà. Klein beetje te vergelijken met een Solo Leveling. Oké. Okay. Dus ook in de wereld waar dat dungeons zijn. Ja. Met adventures is dat daarin gewoon die te verslagen, geld verdienen. En hij is een hele zwakke. Ja, oké. Okay. Maar dan, op een bepaald moment, komt hem thuis en blijkt dat er een dungeon is onder zijn huis, een nieuwe. Ah ja, oké. Okay. En hij gaat daar dan in en hij vindt dan eigenlijk een skillboard. En daar kan hij dan zo zien naar zijn stats, wat dat hem van skills heeft. En hij kan dan zo zelf punten in strength steken en dergelijke. Dus dat hem zijn eigen sterker kan maken. En dan blijkt ook dat eigenlijk die een dungeon waar dat hij dan ingaat, onder zijn huis, zijn eigenlijk al die wezens veel sterker dan in andere dungeons. Dus hij levelt ook veel sneller. Mm. En daarmee dat hij dan in andere dungeons komt, is hij ineens dan heel overpowered. Mm. Dus het is zeker wel zo, als solo leveling doet het precies goed, kan we gewoon ook natuurlijk. Het in het Japans uitbrengen. Ja, zo. Ja. Ja, ze doen. Er is precies wel ook zo dat levelen, bezig zijn met statistiekjes. Ja, dat doet mij ook weer wel aan vroeger denken, om dat Dragon Ball gegeven, dat ze op een gegeven moment met die over 3000 zitten. Dat je echt wel krachten, ook hetzelfde met Pokémon en met weet ik veel wat allemaal, als je met gevechten zit en je wilt wat tegen elkaar afmeten, dat eigenlijk toch weer allemaal terug neerkomt op kwartetten. Hè? En een mijn auto kan 275 km per uur, daarom maar 270, dus ik win die van aan. Ja. Dat is wel grappig om dat duidelijker te maken dan puur een gevecht en de winterregen. Ja, en zo altijd zo'n beetje dat RPG-game gehalte. Ja, ja, XP erbij, HP erbij. Ja. Gelijk in solo leveling is dat dan ook echt zo, hoe meer dat punten dat hem in zijn strength steekt, hoe meer afgetrainder dat zijn lichaam wordt en zo. Dus. Want ik denk zelfs dat die afkortingen HP en XP, prove me wrong, maar ik denk dat ik persoonlijk heb er voor de eerste keer maar van gehoord met een Final Fantasy 7 of zo. Dat je echt nog die HP en XP toestanden begon te zien. Ja. En nu is dat zoete koek met mezelf in, gewoon in die getekende manga. Ja, iedereen weet wel dat is tegenwoordig. Ja. Mm. Oké. Okay. Maar ik vond hem wel tof te lezen, dus... Omdat ik ook wel fan ben van dat genre. Dus. Ik was fan van wat ik gezien heb. Voilà. Next, on the list. Nog onduidelijker wat... Daar stond er al zelfs heel veel Japans op, dus volgens mij gaat dat een gigantische titel zijn. Ja. Het is ook weer een isekai, dus herboren worden. Yeah. En deze is dan eigenlijk... I was reborn as a space mercenary piloting the strongest spaceship in history. Of zoiets. Oh, dear God. En ik denk dat we een beeld hebben van die spaceship in the spaceship in history. Ja. Dus het is eigenlijk wel... Ik vond het een zeer toffe premisse van... Is een isekai maar niet in de fantasy wereld, maar nu in space en dergelijke. Met sci-fi. Ja. Met sci-fi. Dus zo precies wat in de wereld van die Eve Online, denk ik. Ja. Zoiets kun je het vergelijken. Maar persoonlijk vond ik dat een veel te traag op gang kwam. Ah, ja, oké. Okay. Dus als het tweede volume niet goed is, dan dan this one. Ja, dan gaat voor mij... Allee, dan kan ik hem zeker niet verder lezen. Ja. Maar het is wel dan weer een beetje anders van... het is nu een hoofdrolspeler dat ook zoiets heeft van... Oké, okay, ik kan die griet krijgen, ik pak die griet... Okay. En het komt er niet expliciet in voor, maar het is echt wel gewoon van oké, ja, ze hebben nu seks en klaar. Dus het is wel op een ander niveau dan, ik heb een hele harem, maar ik doe nooit iets met die maskers. Nee, nu is het wel, ik heb een harem en ik ben sterkste spaceship owner, dus... Dat is zot als zo'n dingen in 2021 van die kanten nog wel
Westers, ja, kreeg je dat niet meer van de grond. Nee. Dat kreeg je niet meer verkocht. Dat is iets te seksistisch. Maar oké. Okay. Er is nog een markt voor, zo blijkt. Ja. Zegt dit al nog eens? I was reborn as a space mercenary piloting the strongest spaceship in history. Nummer 1. Ja. Alright, kijk hoe. Dat andere ziet er ook wel weer heel cool uit. Bungo Stray Dogs? Ja. Dus dat is een spin-off? Een spin-off. Ah, ja. Dus eigenlijk in een soort alternatief universum. Ja. Waar dat eigenlijk... De hoofdrolspeler is in de oorspronkelijke Bungo Stray Dogs een van de maffia, waar dat ze tegen zitten. En nu is het eigenlijk... Hij is de goeie die zijn zus zoekt. En de hoofdrolspeler, of toch een van de hoofdrolspelers van het origineel, die zit dan nu bij de maffia tegen de rover. Dat vind ik wel origineel. Dat is wel tof. Dat is het, ik vond dat in der tijd... Oké, op den duur hebben ze dat plat gespeeld. Maar gelijk een Injustice of een Civil War of dergelijke in mijn superhero comics was altijd wel eens plezant om net het andersom te zien. En ik hoop dat dat eigenlijk ook het premisse wordt van, sorry dat ik wat even afleid, van het Suicide Squad game. Er komt een game aan Suicide Squad en dat noemt Kill the Justice League. En de Justice League zit onder de invloed van Brainiac. En ik gok dat het een spel gaat zijn dat jij met leden van Suicide Squad speelt. En dat je elke ronde tegen Brainiac onder danen moet vechten. En dat elke eindbaas een lid is van de Justice League. Ja, ja. En dat is wel eens een keer tof om dat zo te spelen. Omdat je al 100.000 Batman-spelletjes hebt gespeeld. En ik zou wel eens willen weten wat het zou zijn dat je tegen Batman moet spelen. Niet gelijk in Justice, gewoon een one-on-one, maar dat echt een eindbaas is. Dat lijkt me wel cool. Ja, inderdaad. Dus hier pakken ze heel dat premisse en draaien ze het om. Ja, eigenlijk wel. Juist, en dan ja, zeker met de goede artstyle. Ja. Bungo Stray Dogs zat ook supergoed in één. Dus die is zeker ook een aanrader. Mijn Bungo Stray Dogs is afgerond. Er komt binnenkort nog een 9-team van, dus ik denk dat dat nog bezig is. Dat is, lijkt me dan van wel. Ah, wel, maar ik denk niet of dat nog niet de lijst is. Dat het nog niet de lijst is, nee. Oké. Okay. Dus. Ah ja, cool. Alright. Voor de fans van Bungo Stray Dogs. Ja. Deze is Bad Boys Happy Home Boys Love? Ja. Ja, het is een op de rug, een Sublime. Ja. Deze is normaal. Hè. De meeste van Sublime zijn ook wel in de plastiek om bepaalde redenen. Maar bij deze draait het ook weer meer om zo de karakterontwikkeling een beetje. Ja. Want het gaat eigenlijk over twee personages. De ene is Seven. En Seven is eigenlijk een soort van landloper die in het park woont. Oké. En een andere, ik heb even zien Doe voor de zeg. Naam. Mamatsu. En dat zijn ook weer twee volledig verschillende figuren. Hè? Dat doen ze wel graag. En die Mamatsu... Die is ook een die alleen woont en zo wat met zijn eigen in de problemen zit. En dan ja, heel vaak in gevechten geraakt en zo. En die gaat eigenlijk dan altijd naar dat park om met een andere te vechten. Ah, ja. Maar hij verliest altijd. Ja. En dan op een bepaald moment, ja, dan de ene, die woont in het park, heeft geen huis. En dan nodigt hij hem uit om bij hem te komen wonen, want hij is een appartement. Hij is helemaal alleen. Ik voel een ontluikende liefde. En voilà. En zo... ontdekken ze dan elkaar in gevoelens en hoe dat ze eigenlijk met hun eigen in de knoop soms was zaten en er samen wat mee uit te komen. En ze pakken een bad in de scène van Street Fighter waar het die worstelaar zit. Maar ja, al die baden, die badhuizen zien en zo, ik weet dat, hè. Voilà. Dat vond ik wel funny. Goed. De andere, dus, joh, dat is een klassieker, maar heb je erbij gezet omdat er een nieuw hoofdstuk, zal ik het noemen, of een nieuw tijdperk aanbreekt? Of zo? Klopt. Deze is part 5, ja. Golden Wind. En dan de eerste. Ah ja, oké. Okay. Dus de meeste kennen JoJo. Dat is zo wel. Ik heb geen interior artwork, maar iedereen kent dat wel. Dat is zo, ik noem dat Dandy. Ligt dat aan mij? Dat ik dat Dandy noem? Zo. Nee, dat is. het is ook zo het ding van de gespierde mannen, ja. En dan, maar ook altijd zo speciaal gekleed en dan
Want, dan ga ik een bold vergelijk maken en dat ga jij misschien dan de geschoffeerd zijn. Ik vind, maar het andere was eerst, dat heel veel van die tekenstijl heel hard gebaseerd is op Fist of the North Star. Absoluut. Ja? Ja. Okay. Dat merkte echt wel. Dat heel dat strakke figuur, dat bicepsen op bicepsen, ja. Die hebben geen sixpack. De driehoeken. Ja, voilà, dat is echt een driehoek. Ja. Dat is zo een klein kopje op een lijf. Je ziet dat bij dingen ook, bij de comics hadden dat ook. Er hadden een kerel gehad, Liefeld. Die had ook zo'n Captain America, die zo groot is dat hij zijn borstkas voorbij die zijn Captain America schild komt. Dan zijn de veel push-ups gedaan. Ja, maar dat is dan, ja, ik kan het niet laten zien. Maar dat is, mensen moeten dat maar eens op. Rob Liefeld, die heeft ook die Deadpool bedacht, en die Cable bedacht, en die Domino bedacht. Maar die heeft op een gegeven moment heeft hij wel een anatomisch niet correcte Captain America getekend. Dat daar God over. Maar dat doet mij allemaal zo wel wat denken aan, oké, dat is ook heel jaren 90. Je kon niet genoeg bicepsen hebben op... Zelfs tot in uw nek. Ja, als ze konden, zouden ze al bicepsen op haar voorhoofd tekenen. Als het kon. Want inderdaad, JoJo's bestaat ook al heel lang. Want ja. Ik denk dat ze ondertussen al een part 8 of 9 zitten. Maar nu is dat allemaal in die schone hardcovers allemaal altijd komen. Hè? Dus maar die waren toch wel als eerste afgekomen met een duckface, zie ik zo. Want die waren allemaal zo wel. Zo. Al die selfies. Zo. Ja, zo, maar die waren ook gewoon getekend met veel te dikke lippen. Ja. Very funny. Alright, JoJo's. Een nieuw avontuur. Ja. What's next? Dat is... Strange Adventures of a Broke Mercenary. Dan zitten we weer in fantasy, denk ik. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, dat merk ik wel dat ze de laatste tijd daar wel... heel veel op inzetten om die fantasy. Zou dat komen door... En nu doe ik een wilde gok. Demon Slayer en zo. Nee, Demon Slayer niet. Goh, ik durf het niet Goblin echt te Slayer zeggen. En dergelijke. Ja, maar het is altijd wel een populair genre. Maar het lijkt dat ze daar makkelijker dan iets anders op kunnen verzinnen. Dan... Of iets anders, of gewoon meer van hetzelfde, want het is toch ook altijd weer met een dungeon en levelen en dit en hetgeen. Ja, vaak wel. Maar dan een klein beetje aan de premisse bedoel ik. Want wat is de premisse hier zo? De hoofdrolspeler behoorde eigenlijk tot de Mercenary Squad. En de Mercenary Squad, die dragen allemaal een dweil in hun haar of wat is dat? Nee, deze is een adventure, we moeten niet letten. Okay. Sorry, dan zet ik wel terug naar deze op, dat zien we. En ja, mercenaries die... En die worden betaald en die vechten voor wie dat meest betaalt. Punt. En die hebben één koude arm en één warme arm. Ja, maar dat zie je ook gelijk in Final Fantasy VII. Ja, dat is voor hun zwaard makkelijk te kunnen hanteren. Ik dacht dat te lachen was, maar oké. En ja, op een bepaald moment wordt zijn squad eigenlijk, heel zijn mercenary toe, bekend uitgemoord door veel te sterk monster willen ze tegen moeten. Oké. En hij is een van de weinige overlevenden, maar hij heeft dan geen geld. En dan gaat hem in een adventuring party. Hè, maar dan moet hij aansluiten bij een guild en een quest aannemen. En hier het goede eraan is dat ze dan eens een hoofdrolspeler hebben die alles vanuit een ander perspectief bezien. Want hij is getraind als een mercenary. Dus ook van, kunnen niet winnen, dan trekt hij terug. Daar moet ik niet in, want mijn zwaard is er te klein voor. Maar die kijkt eigenlijk vanuit het standpunt van... Eigenlijk echt gelijk dat je als een gamer... Dus de cirkel is weer rond. Ja. Wat je als gamer onder Dungeons & Dragons of onder een roleplaying game zou deelnemen. Ja, een beetje wel. En dan hij komt dan ook in een venturing groep. Ze de leider het dan ook zo een harem van twee rietjes. Denkt dat hem het van het is. Terwijl, dat... Ook weer een paar clichés passeren weer. Want om nog een ander cliché te gebruiken, heeft zijn eigen gezicht dan niet op die cover, maar eigenlijk dat je juist met Final Fantasy, dat je de reden, heeft hij ook een groot zwaard? Ja. Is dat ook weer, dat is ook Final Fantasy, dat is ook Berserk, dat is ook iets dat terugkomt, hè, die mannen. En terwijl ik heb ooit eens, denk ik, op YouTube zie dus van die gasten, echt van die smeden die zo die zwaarden namaken. Ja, dat valt niet te dragen, hè. Ik wandel een meter wijd en dat weegt veel te veel. Ja, ja.
Dat is dingen, denk ik, Forged in Fire. Ja, zoiets. En die maken allerlei gameswaarden en dergelijke. En geen enkel van die dingen is echt waar logisch of in de realiteit ook toepasbaar. Dat is wel funny, dat zo, ja. En deze is eerst toch het andere hobby, Japan Comics, maar dan deze al uitgegeven zijn bij... Deze zal Seven Seas of Yen Press. Nou ja, oké. Alright. Dat is ook een oude bekende, denk ik. Hè? Ja. Steins Gate. Steins Gate 0. Okay. Nummer 1. Dus 0 nummer 1 is eigenlijk een prequel-serie op Steins Gate. Steins Gate is gebaseerd op een soort graphic novel... RPG-spel-achtig. Ja, juist. Oké. En dat behoort, Steins Gate behoort dan tot zo'n speciale serie, ik weet niet meer juist de naam van heel de serie, van allemaal soorten van die novels. En Steins Gate 0 is dan een van daar de spin-offs van een ander, weer parallel soort universum. En deze eigenlijk dat een ander einde, hè. En zeker voor de fans van de serie... die dat alles al kennen van Steins Gate en een anime gezien hebben en dergelijke, is deze wel een hele goede aanvul op dan die serie dat ze al kennen, omdat nu dan is in manga-vorm wordt uitgegeven. Ja. En deze gaat dan ook een beetje over dat een van de hoofdrolspelers, die is eigenlijk dan vergeten wat dat hem, zijn geheugen kwijt, maar stilkens aan, met alle toevallen, komt hem dat dan weer allemaal terug te weten. Zeker voor de fans van Steins Gate is een aanrader. Te meer omdat ook ineens zo'n dikke gust is. Voilà, dan zijn die ineens weer serieus wel lees voor. Ja. Goed. Iets anders dat ook nog eens in manga-vorm is uitgegeven, is voor heel veel mensen herkenbaar, is Star Wars The High Republic. Is een beetje samen met... Want ineens... Star Wars fans begonnen ineens. Jij ook niet, denk ik. Wij zijn niet de grootste Star Wars fans. Nee. En ineens uit het niets kwam er van alle kanten nieuws over de High Republic. Dus ik neem aan dat ze bij Disney ineens iets afkwamen van... Kijk, we gaan over de hoogdagen van de Jedi nu beginnen als tijdsperk. En dan moest alles er tegelijk vanuit komen. Er komen leesboeken komen er nu vanuit. Dan steekt ineens het boekenrek van vol. De eerste bundel bij Marvel is het. En nu hebben we ook de eerste bundel... want er was ook een voorproefje van bij de Free Comic Book Day. Nu hebben we er ook de eerste manga van. Ja. De hoogdagen van de Jedi, voordat ze te val zijn gekomen, denk ik. En daar verhalen rond. Voilà, want deze is dan ook weer over een Jedi die... na een incident dat toen in die periode gebeurd is, mensen moet helpen om een nieuw huis een nieuwe planeet te vinden waar ze kunnen gehuisvest worden. Maar dan komen er natuurlijk weer slechte vijanden die haar en haar padawans allemaal bedreigen. In het Star Wars universum, gelijk dat je dan zegt, met de High Republic dat nu dan heel big is. Ja, we doen ook dan dingen, een Wookiee mee. Ja. Blijkbaar. En ik vind het ook cool dat ze hem echt even tekstballonnen geven. Ja, ik vind het echt wel goed, kind, nadoen. Dank u. We goggelden een beetje. Dat bestaat ook voor de Star Wars-liefhebbers. En manga-liefhebbers kunnen dat nu ook in die vang. Klopt het een beetje dat het eigenlijk... want ze hebben toch toen dat Disney Star Wars overkocht... zo alle boeken en geschiedenis en zo geschrapt. Ja, ja. En deze eigenlijk is wel een nieuwe... Want dat was allemaal The Old Republic. Ja. En deze is dan, als ik het juist heb, speelt zich zo'n duizenden jaren voor de films af. Ja. Deze speelt zich denk ik een paar honderd jaar voor de films af. Dus dat is zo eigenlijk hun eigen versie van... Ja, voilà. Eigenlijk, daar komt het op neer. Hè. Alles... Ze zijn nu heel erg op aan het inzetten. Voilà. Alle media en videogames en nieuwe films binnenkort. Ik denk dat alles wat tot nu toe wel bestond, want er is wel zo nog een ding, ene dat wel overblijft, is die een blauwe, zeg het eens. Ik ben zijn naam kwijt. Een blauwe? Je hebt een slechterik, een blauwe. Dingen. Wij verkopen er heel veel boeken van. De Tron. Tron. Dat is ook iets van voor Disney, maar dat is nu wel omdat ze met Mandalorian naar Tron al verwezen hebben.
Hou is ja, dat wel dat in kanon om je... Dat is kanon, en die naam was kanon, omdat hij ook komt in Star Wars Rebels, dat soort gevolgen, yeah. Clone Wars. En ja, die en die twee bleven kanon. Ja, Rebels en Clone Wars. De toekomst dat we van Tron weten, staan niet meer vast. Maar dat personage bestaan nog wel in want, de ja, want de animated series die blijven kanon, omdat je nu ook de Bad Batch hebt. En de Bad Batch is een rechtstreeks vervolg op Clone Wars. Ja, klopt. Dat is zo. Dus ja, dat is het enigste dat ze wel in kanon hebben gehouden. En dat noemen ze dan Star Wars Legends. En nee, al de... Star Wars Legends is al hetgeen dat uit kanon is. Ah ja, ja. Oké, daar hebben ze allemaal Star Wars... Ja. Want Tron zit ook... Nee, dan moet ik zelf eens op de leesboeken gaan kijken. Zijn boeken zonder feintjes? Maar daar staat Star Wars Legends ook op, denk ik. Maar in ieder geval de drieluik van Tron, Ascendance, whatever... Ja. Die stond hier ook in de boeken en die gaan waarschijnlijk ook meer en meer te komen. Omdat die blijkbaar, ik ken het niet, maar zou waarschijnlijk ook wel een hele goede villain zijn. Ja, ik heb daar ook al van. Ja, daar verkink ik veel te weinig van Star Wars. Ja, ik ook niet, maar je moet, heb jij Disney Plus al? Nee. Je moet, als je de Mandalorian kijkt, dan zit er eigenlijk mee. Precies. Oh, ja. Dat is zo wat en eigenlijk puur door de, je hebt de films gezien waarschijnlijk, en die door de Mandalorian te zien... leerde eigenlijk ontzettend veel van Star Wars. Puur door de Mandalorian te zien, dat is ongelooflijk. Ik ben geen Star Wars fan en door de Mandalorian weet ik eigenlijk bijna alles. Ja. Dat, maakt, dat helpt zo hard. Goed, maar ja, nu dus ook in de manga binnengecijpeld. Ja. Star Wars zit overal. Iets anders. Ja, de titel, dat doet mij denken aan een gezaghebber, want Mao was... Mao Zedong. Ja? Om het zo te zeggen. Nee, niet echt. Het is gewoon de naam van die jongen. Oké. Mao is gewoon de naam dat meer voorkomt. Okay. Ja. En deze gaat dan eigenlijk over Nanoka en Mao. Mag ik even onderbreken? Tuurlijk. Sorry. De cover doet mij bijvoorbeeld al heel erg denken aan Vagabond of dergelijke. Vliegt dat om mij? Daar ligt wel een beetje van in. Daar ligt het gewoon om mij. Dan gaan we direct naar een interior artwork. Want het is... dat zit helemaal anders. Ik vind eigenlijk dat een interior artwork zo wat teruggrijpt, zo eind jaren 90, jaren 90 stijl, zelfs misschien wat vroeger. Zelfs bekend Tezuka-achtig, gesimplifieerd. Hè? Hier zie ik Astro Boy in. Ja. Ja. En het is dan eigenlijk... Nanoka is dan dat meisje dat je ziet. Ja. En die heeft vroeger ook iets meegemaakt... En nu, die wordt zo ook zo naar van alles toegetrokken. En dat is dan eigenlijk een soort van winkelcentrum dat leeg staat. En daar gebeurt het. En ze wordt dan in de toekomst, in het verleden gezogen. Eigenlijk naar de Taisho-periode. En Taisho-periode is na... Ja, dat zien we hier dus wat gebeuren precies. Ja, dat is zo, na de Meiji-periode. Maar voor dat Japan zo heel... Ik apprecieer het dat je doet alsof ik dat allemaal weet. Ja, maar ik zal zeggen, Taisho is 1922 tot 1930, zoiets. Ik denk dat je dat gewoon vooral gaat vinden in die graphic novels dat wij hier hebben staan. Ja. Dat een History of Japan. Ja. En dat zal dan een beetje per tijd slot. Want de Meiji-periode is echt, hè, als zo de overheid terug de keizer... de sterkste mochten en de shogun en de samurai's eigenlijk afschaften. Ja. Deze is de periode erna met dan keizer Taisho. Okay. En de periode erna had eigenlijk zo het Japan dat meedeed aan de oorlog en zo heel industrieel werd. Ja. Dus dat is eigenlijk die periode ertussen. En daar komt ze eigenlijk die Mao tegen. Ah, ja, okay. En ja, zo moeten ze ook mysteries daar gaan oplossen en dergelijke. En ja, er zit dan wel wat achter. Ook wat dat zij eigenlijk is en dergelijke. Dus het is wel iets interessante premisse. Maar eerlijk gezegd, denk ik, voor de lezers van nu gaan de tekenstijl minder aanspreken. Ik vind dat begin heel goed, hè, dat we juist zagen. Dat was wel oké. Maar dan, dat is puur omdat dat is waarschijnlijk dan de tussencover van een nieuw chapter. Dat ziet er heel schoon uit, heel afgelikt. En dan begint hij ineens te versimplifiëren. Er wordt weinig aandacht gegeven aan de achtergronden. Of het moest een splashpage zijn. Ja. Dus ja...
het is ook wat traag precies. Hè. Er gebeurt nog niet heel veel, dus ja, je moet ervoor zijn. Ja. Het is niet zo dynamisch, ik zal het zo zeggen. Om een ander woord te gebruiken. Alright, Mau, voor de liefhebbers. Zoals ik dat al een paar keer gezegd heb vandaag. My wife has no emotion. Klopt. Jij kunt goed Japans, jongen. Hij stond er helemaal in het klaar onder. ja, dat is duidelijk. Maar ik zie ook, en dat is denk ik dan... ik kon ze gewoon kijk eens een poging doen. Zij is dan ook een robot. Klopt. Dat is duidelijk, hè. Dus het is echt wel in een toekomst waar ook echt robotten zijn voor gezelschap en dergelijke. Ja. Maar zij is eigenlijk niet zo'n robot, want zij is eigenlijk gewoon een huishoudrobot. Ah. Maar toch, ja, bloeit er dan iets tussen die twee. Maar ook aan dat zonder emotie. Ja, omdat hij daar dan ook zo vaak tegen bezig is. En zij probeert dan dingen te analyseren, maar dan als robot en dergelijke. En ik vind het eigenlijk, het is heel actueel, naar wat dat er tegenwoordig in Japan ook vaak is. Rent a Girl, die... Ik heb dat eens ergens... Onlangs zag ik weer iets van Conan op YouTube passeren. En dan had hij echt wel Rent a Family en zo. Ja. Dat je eenzaam bent, dat je echt wel... Ja, maar mensen... zeker ook qua die technologie en verliefd worden op... Eigenlijk zo, dat mensen op andere dingen dan andere mensen verliefd worden. Want gelijk in Japan kun je in virtual reality trouwen met een avatar. Ja. En zo. Je hebt zelfs een systeem dat... Als jij op je werk zit, dat stuurt om de zoveel tijd een berichtje naar u van, schat, ik mis u, hè. Straks zag je thuis er samen eten. Dan merkt als uw gsm dichter komt, dan springen de lichten al aan bij je thuis. Zo echt om het gevoel te hebben dat je niet alleen bent. Dat er iemand ook voor u zorgt. Ja. Ja. Dus, en dat merkt wel in Japan, dat daar... Het is altijd al moeilijk geweest daar, hè, omdat de mannen gewoon nog... Het staat voor te werken, de vrouwen blijven thuis. Ja. En je merkt dat nu, ja, het is vaak... Allee, dat lezen toch, dat het moeilijk is voor... Dat heel veel jongeren single zijn. Ja, ze zijn social wat awkward geworden, hè. Ja. Omdat ze zo meer met technologie bezig zijn en misschien meer liggen te gamen of zelfs manga lezen en niet net ook voor sociale activiteiten openstaan. En een beetje, hè, gelijk dat de mieren, I'm beat, I'm back, ja, ze... Werken, en dat is het belangrijkste in hun leven. Dat is juist, dat werkritme zorgt dat je ook niet veel erbaten wilt nog doen. Nee. Ik denk dat we... Allee, ik vind het wel een heel actueel thema voor Japan dan. Ja, het is... Het wilt wel iets zeggen voor wat dat er inderdaad heerst. En dat hij door dan te verbeelden als een robotvrouw. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat zou inderdaad wel... is inderdaad, als je zo dat gevoel wilt hercreëren. Ja. Hello World. Ja, weer het een soort liefdesdrama, okay. Maar dan met sci-fi invloeden. Want die jongen, die krijgt eigenlijk bezoek vanuit de toekomst, van zijn toekomstige zelf. Oké. Okay. Dat hem eigenlijk, zijn vriendin, maar dat hem een week mee samen is... moet proberen te redden, want in de toekomst, nadat ze, ik denk, een jaar samen zijn, dan verongelukt die. En hij moet dat dan gewoon proberen tegen te houden. Maar je weet niet wanneer dat exact is, of? Hè? Ik denk dat ze een compagnon dat wel uitlegt. Ah, ja, okay. Maar het is dan natuurlijk wel zo'n beetje, ja, is ze nu dan misschien een week mee samen, en om dan al zo van, ah ja, en jij moet die redden, want... Ja, dat lijkt me zo nogal redelijk vroeg in een relatie. Ja. en op den duur, ja, dan... Het einde wordt een beetje weird met dat time travelen en dergelijke. Ja. Maar het is wel zo, ja, weer zo dat romantisch verhaal van... Ik ga mijn vriendin redden en... Waar ik nog niet helemaal zeker van ben dat ik ermee samen wil blijven, maar op den duur leer ik ze beter kennen en word ik meer en meer verliefd. Ja. Ja, oké. Okay. Zo, hè. Hello World. Alright. Dat vonden we weer iets helemaal anders. Dat doet mij wat ontars aan denken.
Survivor, Kung Fu Survivor in Another World. Ja, Karate Survivor. Ah, Karate Survivor. Sorry, ja. Ja, dat stukje is eraf gesneden. Dus ik meen me zoiets herinneren. Ja. Ja, ook weer over jenen die daar worden overreden. We hebben zoveel mensen overreden in de manga eens. Ja. Dat is de manier om herboren te worden, denk ik wel. Om vergeren, ja. Volgens mij waren daar ook in het echte leven lopen door een hoop mensen onder motels, gewoon in de hoop van... En dan ja, hij wordt dan herboren in een andere wereld en zijn unieke skill is karate. Ah ja, in zijn blote. Ja, in zijn blote. En dan moet hem ja echt wel zo overleven door te gaan jagen en voedsel te vinden en zo. Het enige hier was, toen ik de eerste cover zag dat ze hadden aangekondigd, dacht ik, dat ziet er wel iets interessants uit, goed getekend. Was dat dan deze? Dat was dan deze. Ah, oei, ja, inderdaad, ja. En dan kwam ik binnen en zag ik de echte cover en een interior artwork. En dan sloeg het mij wel een beetje tegen. Ja, het is wel... Het is wel simplistisch oversimplified, ja. Getekend. Okay. Dus ik heb hem zelf nog niet gelezen. De premisse leek mij wel leuk, maar ja, het is natuurlijk... Kun jij dat dingen lezen dat je dan niet graag ziet? Moeilijk. Ja, ik weet het, ik ken dat ook zo. Maar ja, soms moet de job ook eens als een job aanvoelen. Ja. Maar ja, deze is inderdaad, ja, je zei... Pas op, hè, nou, stom voorbeeld, links beneden, en het is niet omdat dat dan bloot is, kunnen mopjes over maken, maar dat is wel goed getekend, maar dan zodra dat je rechts aan zijn gezicht ziet, denk je... Ja. Dat is vooral lui. Dat is lui tekenwerk, vind ik. Maar wie zijn wij om dat te zeggen, maar deze ziet er dan wel ineens een pakje beter. Hè. Inderdaad. Dus ja, nee, ik snap het wel. Ja, wie weet. Maar dan over simplifiëren gesproken, dan krijgen we ook deze in onze lijst. Eat me a cat. Ja. The masterful cat is depressed again today. Oké. Okay. Ik snap niet zo goed wat een depressed in een titel eigenlijk komt doen, want het is eigenlijk een meisje die een kat mee naar huis neemt dat ze vindt. Ja. Maar het is een speciale kat natuurlijk, hè? Want ja. ze is veel groter, ze loopt op haar twee poten. Ja, en ze klapt zelfs, denk ik. Of is ja, een, ja. En ze kookt ook. Ze kookt, ze kuist. Ze zorgt eigenlijk meer voor dat meisje dan dat meisje voor haar kat zorgt. Gemakkelijk. En dat zorgt zo voor die situaties die dan allemaal tegenkomen. En het gaat dan ook een beetje natuurlijk over dan weer dat meisje dat dan haar eigen wel leert kennen en zo, die slice of life situaties, maar dan met een kat. Oké. Okay. Je moet dat niet zeggen. Nee, dat is funny. Alright. We zijn er bijna. Uw lijst is er bekend. Deze ziet er dan weer wel heel cool uit. Geen idee wat dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk de NPC's in this game are more real than they appear. Of zoiets. Of are more human than they appear. Dus hier is ook weer een videogame referentie. NPC, non-playable characters. Doe wat denken aan Free Guy. Dat nu blijkbaar al op Disney Plus staat. Dat is grap. Dus... Kerel, oké, voordat jij het uitlegt, puur op basis van de titel. Een gast komt in een computerspelletje terecht en blijkt dan ja, te moeten vechten tegen de non-playable... Of nee, er zit meer identiteit in de NPC's dan dat hem docht. Ongeveer, ja. Hey, puur op... Dus... Dat hadden we zo lang gezien, dat de zin al half vooral verteld. Voilà. Het is eigenlijk de hoofdrolspeler... Die krijgt op een bepaald moment een kopie van dat spel. Mm. Het spel zelf is Village of Fate. Okay. En hij speelt dan eigenlijk de guardian deity van dat village. Dus dat je moet zien dat je volk eten en gelukkig is. Mm. En zo al die... Dus wel gelijk sims. Ja. Ah, ja, ah, ah. Een soort simgame. Maar terwijl dat hem dat speelt, merkt hem ja, dat die personages wel... veel meer doen en zeggen en gevoelens hebben dan NPC's normaal zouden hebben. Misschien wel echte mensen dan of zo. Of. Dat begint hem dan zo op den duur wel wat te denken. En het leidt er dan ook toe dat hem eigenlijk ja,
in dat spel, door de interacties met die mensen, dat hem eigenlijk zien wat dat hem allemaal mist in het echte leven. En er zitten dan ook weer die fantasy-elementen in en dergelijke. Dus het is wel een mix tussen dat slice of life en fantasy. Ja, oké. Cool. Want je ziet ook wel eerder dan deze. Ik denk dat er nog moet een aanzet is. Deze echt een van de eerste pagina's. Ja. Want als je dan nog de cover gaat zien, ja, dat belooft iets helemaal anders te zijn natuurlijk. Ja. Het ziet er heel hard uit als de cover van een 80's VHS-doos. Goed. Yes. Gijsse Lieperik. Een boek zonder printjes. Een boek zonder printjes, echt waar. Maar ja, dat is blijkbaar... ook dat merken we nu. Want ja, illustrations. Er stond wel illustration van Yoshitaka Amano in. Ja. Maar light novels en beginnen wel echt wel... Want wij hadden zoiets van, ja, nee, er zitten geen printjes in, dus we pakken dat niet in ons arsenaal binnen. Maar die vraag begint met momenten al voor bepaalde dingen wel te komen. Hè? Dat klopt, ja. En dan zeker, ja, Vampire Hunter D is voor mij een absolute topper. Oké. Yoshitaka Amano, die dat de cover en zo illustreert, bekend van Final Fantasy. Ah, oké. Ja. Dus een van mijn favoriete tekenaars, slash schilders vooral. Ja, dat is ongelooflijk. En dan de schrijver Hideyuki Kikuchi. Ik kan de naam niet juist lezen, dus ik denk dat ik hem wel juist uitspreek. Kuchi. Hideyuki Kuchi. Is ook een heel bekende schrijver van zo'n hoop van die wat meer horrorachtige verhalen. Ja. Okay. En dan ja, Vampire Hunter D is natuurlijk zijn bekendste werk. Ja. En nu gaan ze eigenlijk alle novels, dat zijn er ondertussen ook al in de 30, gaan ze in omnibusvorm uitbrengen. Ah, okay. En dat zijn er dan 3 per omnibus. Ja. En god eigenlijk, ja, Vampire Hunter D speelt zijn eigen af 20.000 jaar in de toekomst. Dus zouden we niet zeggen, dat gaf gauw op de cover, maar oké. En wordt dat eigenlijk heel de wereld is overgenomen door de Highborn Vampires. Ja. En die hebben zoveel kracht dat die ook tijdreizen, alleen zo naar space reizen. Ik zou zelfs de S-rank willen geven. Ik onthoud dingen nou hier zitten. Voilà. Niet veel, maar... En dan ja, er lopen allemaal monsters ook rond op de aarde en er zijn nog een paar mensen en zo. En hij is eigenlijk dan, zoals dat zegt, een vampire hunter of die mensen helpt om die monsters te verslagen. Ja. En hij heet Dirk. Ja, de D staat voor... Dries. Ja. David. Welke D zou er nu in vampierenverhalen zijn, Jens? Dimitri? Ça va. Oké, Dracula, ja. Deal. Maar ja. Hij is niet Dracula, hè? Maar hij is half vampier, half mens. Okay. Maar je kunt dan al een klein beetje raaien wie misschien zijn vader is. Dominique. Alright. Nee. Oké, okay. Voilà. Cool. Ja? Maar ja, ik vind persoonlijk zeker... Deze is mij een aanrader van de... Mechanic Cast. Ah, oké. Okay. Ja, zonder pijntjes. Ik weet niet waar ik daarmee eens ben. Okay. En komt deze week uit. Of verleden week, nog gelijk wanneer dat we posten. Donald de Vampire Hunter. Goed. Voilà. Alright. Ik denk dat we er bijna zijn. Deze is gaat de voorlaatste zijn, denk ik. Ja. Geen idee wat we hier zien. Dungeon Dive to the Deepest Level. Echt waar. Ja. Oké, Dungeon Dive to the Deepest Level. Dus ook weer... Het is weer een level, dus we zitten ook weer mee. En met een dungeon, dus... Ja. Ja, dan duur ze de continu echt hetzelfde aan het vertellen, hè. Ja, een beetje wel. Dus hij is dan weer ene die... ineens naar een andere wereld getransporteerd wordt. Ook nooit van mij, dat is ook een deel. Waar dan een dungeon is met 100 levels. Hij heeft een unieke skill, maar hij kan de naam van die skill nog niet lezen. Maar dat zorgt er wel, die skill activeert zijn eigen, als hem echt in problemen zit, waardoor dat hem wel ineens power zijn en dergelijke. Maar hij heeft nog geen controle over, omdat hij zijn skill nog niet kan lezen. En ja, hij wil dan zo rap mogelijk zien dat hem terug naar de gewone wereld, want hij is eigenlijk voor zijn zieke zus ontzorgen.
Dus het is wel zo aan mij dat hij waarschijnlijk ook terug gaat kunnen gaan naar de gewone wereld als terug naar die dungeon-wereld. Ja. Oké. Dus ook weer ja, in het soort van isekai-jaren met levels en dungeons en powers. De volgende in de rij. Ja, echt waar. Er zitten er ook 15 in een dozijn. Goed. En dan tot slot heb ik helaas geen binnenwerk van mogen vinden. Maar dan krijgen we deze. Lichtelijk provocatief, maar... Ja, ik durf al bijna de titel niet meer vertellen. Maar Headhunted to Another World. A Salaryman Gets Recruited by the Devil King. Dus ja. Een andere dimensie. Dus hij wordt eigenlijk ja, naar een andere wereld gebracht. Dat heb je niet eigenlijk een boek gewoon. Hij wordt naar een andere wereld gebracht. Ja. Door de Demon King om een van de vier Heavenly Kings te worden. Ah, oké. Maar het andere is dan, hij is eigenlijk gewoon een salaryman zonder powers. Dus hij komt eigenlijk als een Heavenly King die, ja. Ik gok dat dan echt wel meer gaat zijn die op diplomatische manier en op logistieke wijze en al de Demon King gaan ondersteunen. Ja. En zo er gaat voor zorgen dat hem kan overleven en sterker wordt. Door meer papierwerk te doen dan footwork. Ik vind het grappig dat al die dingen zo allemaal heel hard hetzelfde zijn en zo gewoon één kwinkslagje niet anders. Dus ja. Dat getuigt van creativiteit, maar ook nog niet heel veel creativiteit. Nee, voilà. En ik zei het is zeker een genre dat ik ook graag lees. Hm. Maar de helft van die dingen lees ik ook niet, omdat ik ook iets heb van... Ja, zo ik weet, deze, ik weet wel waarom we dat ja. gaan. En het is wel goed geweest. En weet je wat ook nog goed geweest is? De Mechanicast. Volgens mij zijn we rond. Voilà. Alright. Dan... denk ik dat we er helemaal door zijn. Ik weet niet of er nog bepaalde... Zijn er nog dingen waar in en uit gekeken wordt voor het moment? Of zijn het gewoon de toppers die je blijven vervolgen? De grote reeksen blijven natuurlijk met hun nummers uitkomen die heel populair zijn. Eigenlijk de One Punch Man, Chainsaw Man, die dingen en zo. Maar is er zo nog iets waarvan je denkt van mij, dat zou al lang eens een keer moet eindelijk eens vertaald worden, daar komen ze nu mee af? Nog niet dat ik iets gezien heb, dat ik echt gewoon, dat ik kan zeggen van amai, hier moeten we op inzetten. Nee, want ik denk dat de meeste dingen echt nu wel de voorbije maanden zijn uitgekomen. In oktober, november gaan ze niks te zot niet meer doen of moest huidige reeksen zijn. Hè? Ja. Binnenkort hebben we wel een ding, hè, de box van Demon Slayer. Ah ja, ze komen met boxen af. Dus dan merk ik ook wel dat er zo vaker nu een box wordt al gepresenteerd of omnibussen van verschillende reeksen. Artbooks ook, hè. Er zijn wel wat artbooks van manga die het ook zitten aan te komen, dacht ik. Dus cadeau-idee genoeg, zou ik zeggen. Voilà. En ik denk ook, gelijk de volgende Junji Ito is december. Ja, dus dat plan is ook weer goed. Dat is gewoon getimed. Ja. Cool. Dan moet ik nog outro in en dan zijn we dan. Dit was het dan weer voor de driemaandelijkse Mechanicast. Bedankt dat u er vandaag weer bij ons bij was. En ja, je kunt ons terugvinden op alle kanalen. Hè. Luisteren, kijken, maakt allemaal niet uit, zolang je maar luistert en kijkt. Ik vind het altijd raar dat ze dat zeggen en dat heb ik keigoed gedaan. Maar meestal, als ze deze al horen, dan zijn ze al nog een van die kanalen aan het luisteren of aan het kijken. Dat is waar. En met die wijsheid zeggen wij goeiedag. Tot de volgende. Tada. Mechanicast is de podcast van Mechanic Strip. Te bekijken op YouTube en te beluisteren op Spotify, iTunes en SoundCloud. Vormgeving en techniek door Developing Productions.